Breda maakt zich op voor de tweede cultuurnacht. Musea, theaters en andere kunst- en cultuurinstellingen in de stad zetten vrijdag tot 2:00 s'nachts hun deuren open voor het publiek. Het gonst in de stad. Voorverkoop gaat heel erg goed. Iedereen die ik erover spreek, die weet dat het eraan komt. Ik krijg al ontzettend veel aanmeldingen van mensen die bang zijn dat er passepartouts op zijn op de avond zelf, die nu alvast willen reserveren. Mensen die in groepsverband komen. Dus ja, ik heb wel goede hoop dat het lekker druk gaat worden. Om 7:00 worden eerst de Bredase cultuurprijzen uitgereikt vanuit de gemeente, de Rabobank en Stichting Boarte. En als dat officiële gedeelte voorbij is, dan geeft burgemeester Van der Velde het startsein om uit te waaieren naar de 33 verschillende deelnemers die dit jaar meedoen. Dat is veel, 33. Veel, hè? Ja, heel leuk. Ja, ze zijn ook allemaal heel enthousiast. Het is echt een ontzettend leuk programma in elkaar gezet. Heel divers. Er is van alles te doen. Literatuur, beeldende kunst, theater, dans, muziek. Noem het maar op. Workshops voor kinderen. Er is echt voor ieder wat wils. Wat zijn de nieuwe cultuurinstellingen die dit jaar meedoen? Theaterwerkplaats De Jury doet mee dit jaar. Het NAC Museum is aangehaakt. Miniatuurcollectie op het Begijnenhof van Tine Merks. En de Waalse Kerk doet mee. Cultureel uitje, vrijdagavond in Breda. Cultureel avontuur wordt het, ja.